Dit is nog steeds die 650 carburateur. En ja, wat zal ik erover zeggen? Deze beugel haal ik er wel af. Dat haak ik al even losgedraaid voor jullie. Want waar het om gaat is, ik hou er niet van om die carburateur te delen. En nou is dit nog een makkelijkste exemplaar. Maar als ik een CX-je 500 of een GL500 neem, dan loop je wel degelijk te etteren om hem weer in elkaar te zetten. Dus ik hou er niet van om de carburateurs te delen. Maar die moet wel los. Nou, daarom heb ik deze beugel hier weggepakt. En dan gaan we kijken of we die los kunnen krijgen. In de handel is een lange Philips schroevendraaier te krijgen voor meterkasten. Voor de elektricien. En nou zit ik even net mijn vinger vervelend. Maar daar kun je dus mooi bij om kracht te zetten om die los te halen. Dat ben je er nog niet natuurlijk. Want er zit er nog eentje. En als het goed is... Nee, dat gaat net niet. Het is ook moeilijk deze. Nee, ander trucje. Wacht even, ik weet het weer. Ander trucje. Ja, ik geef toe, dit is wat minder mooi. Maar... ik hou mijn duim er ook op. Er zit een veer onder en die komt dan los. Zo. En dit geldt ook voor de CX500 carburateur. Niet delen. Er zit een veertje op waar je uren mee zoek kan zijn. Kijk, nog een dingetje. Dit is een pennetje. En bij de 500 modellen is dat een champignonnetje, zeg ik maar. Dat is een bolletje. Dat is een pennetje. Dat zijn ook de twee verschillende soorten rubbers die in omloop zijn. Werking is hetzelfde. Alleen... de dekseltjes zijn ook hetzelfde. Let op het gaatje dat schoon is. Het veertje is anders, maar dat maakt niet uit. Die kun je uitwisselen. Hier kun je ook gewoon heel goed zien dat het membraan werkt en dat die tegen het dekseltje aanloopt. Dus dat werkt ook gewoon. En dan moeten we deze weer even terugzetten. Zo. Nou, dat is dus de manier om de carburateur leeg te halen. Nou, als die leeg is, dan gaan we hem dus in de tinnen gooien en laten we hem verweken. Bij de 650 modellen blijkt hier een rubber coating omheen te zitten. Dus ik wil hem niet heel lang laten liggen. Want ik wil die rubber afdichting of bescherming er eigenlijk op laten zitten. Maar we gaan hem toch spoelen in de tinner. Om hem zo schoon mogelijk te krijgen. Nou, kijk gerust mee. Tot straks weer.